Goedemorgen allemaal. Welkom. Vanuit de Freelance Studio in Utrecht zijn wij hier vandaag met de sessie Digivaardigheden in de Zorg als onderdeel van de Slimme Zorg Estafette 2022. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ga even snel spieken. Ik zie dat we met al zo'n 70 mensen aanwezig zijn. Leuk dat jullie er zijn en tijd vrijmaken om bij deze sessie aanwezig te zijn. We hebben een vol programma, dus laten we snel van start gaan. Ik zal beginnen met mezelf voor te stellen. Mijn naam is Judith Oostrom en ik zit hier samen met mijn collega Bart van Mierlo. Wij zijn beide werkzaam bij Freelance, een kennisorganisatie, een landelijke kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. En in het aankomende uur gaan we jullie meenemen naar het implementeren van digitale middelen en dan met name de digitypes. Freelance heeft de afgelopen tijd veel gedaan op het gebied van digitypes. Daar zal Bart jullie dadelijk meer over vertellen. En we hebben een drietal zorgorganisaties uitgenodigd om met ons samen daar het een en ander over te gaan vertellen en te delen. Zij hebben de digitypes allemaal gebruikt en allemaal op een andere manier. Vandaag zijn aanwezig FIFA, Dimens en Buurteams. Maar voordat we met hen verder in gesprek gaan, eerst nog wat huishoudelijke mededelingen. We zitten vandaag in de Teams-omgeving. Dat betekent dat jullie elkaar allemaal kunnen zien, dus je mag je camera aanlaten. We zullen deze sessie met name in een webinarvorm doen. Dat betekent dat wij veel aan het woord zijn en natuurlijk onze gastsprekers. Mocht je in de tussentijd een vraag hebben, gebruik dan de chat. Bart en ik zullen ons best doen om de vragen uit de chat te beantwoorden. Mocht aan het einde van de tijd je vraag nog niet beantwoord zijn en je hebt hem nog steeds, wij zullen onze mailadressen in de chat achterlaten aan het einde van de sessie, zodat je ons nog je vraag kan mailen. Verder wordt deze sessie opgenomen. Dat betekent dat wij in beeld zullen zijn en onze gastsprekers. Als je als deelnemer je camera aan hebt staan, hoef je daar niet bang voor te zijn. Jullie zullen niet opgenomen worden. En last but not least, wij zullen een aantal linkjes in de chat zetten. Dat gaat naar achtergrondinformatie waar we deze sessie over hebben. Kijk daar gerust op een later tijdstip naar. En volgens mij was dat hem. Ja, dan gaan we snel door naar de inhoud, want daarvoor zitten jullie hier. En dan ga ik het woord geven aan Bart. Bart, Freelance heeft het een en ander gedaan op digitale vaardigheden de afgelopen tijd. En op de digitypes. Kun jij ons meenemen in het ontstaan daarvan? Ja, dat kan. Dankjewel Judith. En goedemorgen allemaal. Wat leuk dat jullie er zijn. Om die vraag van jou goed te beantwoorden, Judith, zou ik graag even terug in de tijd willen. En ondertussen ga ik mijn sheets delen. Als het goed is, zijn deze sheets nu voor iedereen zichtbaar. Nou, onszelf hebben we al voorgesteld. Deze sla ik mooi over. Ik zou graag even terug in de tijd willen. Een 2,5 jaar geleden zijn wij gestart op dit thema digitale vaardigheden met onderzoek doen. En dat klinkt een beetje hoogdravend onderzoek doen. Eigenlijk hebben we gewoon gesprekken gehouden met zorgmedewerkers. In hoeverre zij digitale middelen gebruiken en ook hoe zij digitaal vaardiger worden. En even een heel snelle vogelvlucht, daar kwamen twee belangrijke conclusies uit dat onderzoek, waar we sindsdien eigenlijk op voortgeborduurd hebben. Nou, jullie lezen ze hier al in beeld. De eerste is dat het willen gebruiken van digitale middelen eigenlijk even belangrijk is, of misschien nog wel belangrijker, minstens zo belangrijk, als het kunnen gebruiken van digitale middelen. Terwijl er vooral vaak veel focus ligt op het kunnen gebruiken. En ik denk dat bijvoorbeeld de coronacrisis ons wel heeft laten zien dat er best wel veel mogelijk was toen de nood hoog was. Veel mensen gingen toch ineens wel beeldzorg leveren of beeldbellen en toen was er nog best wel wat mogelijk. Er is natuurlijk een kleine groep die het alsnog niet lukt om digitale middelen te gebruiken of dat niet wil gebruiken. En dat is ook geen verwijt of waardeoordeel. Er zijn een hele hoop redenen te bedenken waarom iemand digitale middelen niet wil gebruiken. Omdat de zorg misschien koud wordt, omdat iemand denkt dat de zorg koud wordt, laat ik het zo zeggen. Of omdat de meerwaarde van technologie zich nog niet bewezen heeft in die organisatie. Zo zijn er tal van redenen te bedenken. Dus we blijven uit dat waardeoordeel. De tweede conclusie is ook wel een belangrijke. Dat is dat de digitale vaardigheden van zorgprofessionals onderling enorm verschillen. Nou, dat zal jullie vast en zeker herkenbaar in de oren klinken. Maar wat we aan de andere kant ook zien, is dat de implementatie van digitale middelen vaak one size fits all is. Daar wordt weer juist geen rekening gehouden met die verschillen. Het klassieke voorbeeld is een nieuw ECD, een nieuw elektronisch cliëntendossier. Die moet iedereen gaan gebruiken. Er komt een e-learning bij. Je ziet dat er minder digitaal vaardige medewerkers moeite hebben om überhaupt door die e-learning heen te komen. En zeker als ze dat bijvoorbeeld in eigen tijd moeten doen. En je ziet dat er meer digitaal vaardige medewerkers ook niet echt
aanstoot nemen aan het volgen van zo'n e-learning. Die willen niet in zo'n vast stramien gedrukt worden en die willen liever op heel veel andere manieren leren of willen juist eerder in dat proces betrokken zijn bij de keuze of de aanschaf in een ECD. Nou, deze twee conclusies samen, die hebben ertoe geleid dat wij deze persona's hebben ontwikkeld. Wij noemen ze digitypes. Ja, persona's zijn fictieve karakters die een groep zorgmedewerkers in dit geval omschrijft. En nu moet ik er meteen bij zeggen, niemand is een digitype. Maar je past in een bepaalde mate bij een digitype. In die loop van die 2,5 jaar hebben wij die digitypes heel vaak getoetst. En ze blijken in de praktijk wel echt heel herkenbaar. Dus dat is wel mooi om te zien. En die digitypes geven zorgaanbieders houvast om die verschillende groepen zorgprofessionals ook goed te ondersteunen. Nou, je had ze vast en zeker al even gezien en misschien ook al gelezen. Je ziet hier op een rijtje staan de analoog idealist, wordt ook wel de digistarter genoemd. Is iemand die de vaardigheden niet heeft om digitale middelen te gebruiken in zijn werk. En heeft ook, loopt het liefst met een grote boog om de laptop heen, zeg maar, en andere digitale middelen. De aarzelende technologiegebruiker, die is net wel, net niet aan digitaal vaardig. Maar die is op zich wel willend om digitale middelen te gebruiken. Maar die heeft wel, als er een nieuw digitaal middel komt, bijvoorbeeld wel echt de ondersteuning nodig. En de tijd nodig om dat goed te kunnen gebruiken. De grootste groep is eigenlijk digivaardig professional. Dat zijn mensen die zich wel redden. Die zijn voor nu en in de nabije toekomst zijn die digitaal vaardig genoeg om hun werk goed te kunnen doen. Het is wel zaak ook natuurlijk voor deze mensen om die vaardigheden bij te houden, omdat de technologische ontwikkelingen ook snel gaan. En rechts zie je nog de digitale enthousiasteling. De digitale enthousiasteling, nou de drone die om zijn hoofd zweeft, die verraadt het al een beetje. En de VR-bril die op heeft. Dat is iemand die graag vaak en meer en sneller wil met digitale middelen. En die daar gewoon heel veel mee bezig is. Nou, om deze digitypes heen hebben wij de afgelopen 2,5 jaar veel goede voorbeelden ontwikkeld wil ik niet zeggen, maar gespot in de praktijk en die een podium gegeven. We hebben tips, we hebben ook tooling om voor zorgaanbieders of eigenlijk iedereen die bezig is met het implementeren van digitale middelen hebben ontwikkeld om het gebruik en de implementatie van digitale middelen beter te doen. En we hebben echt hele mooie manieren gezien waarop zorgaanbieders dat doen. En zometeen krijgen we natuurlijk drie mooie gebruikerservaringen. Maar ik wil er in ieder geval even al een paar uitlichten, manieren waarop je die digitypes kan gebruiken. Ja, en misschien is ook mooi, een van de tooling die we hebben ontwikkeld is ook de zelftest. Mm-hmm. Ik zal dat linkje in ieder geval al delen in de chat, zodat jullie die in ieder geval na afloop van deze sessie kunnen gaan invullen. De zelftest is inderdaad een hele mooie tool om te kijken bij welk type jij het beste past en om zelf daar eens op te reflecteren, maar ook het gesprek aan te gaan in je team bijvoorbeeld. Daar zullen onze gastsprekers zometeen ook nog wat meer over zeggen, denk ik. Maar ik wil eerst ook even ere geven wie ere toekomt, namelijk aan Seren Loo. Dat is een grote zorgaanbieder in de verstandelijk gehandicapte sector. En zij hadden al echt heel vroeg aandacht voor dit thema en waren ook al met verschillende van deze digitypes gebruikten ze eigenlijk al in hun communicatie. En dan praat ik over 4 jaar terug of zo al. Zij passen echt een communicatiestrategie aan per digitype. Dus ze vertellen, ze brengen dat verhaal anders naar verschillende digitypes, zodat het ook echt aansluit bij de belevingen van mensen. Nou, verder worden digitypes ook veel gebruikt bij de implementatie van digitale middelen. Dat nieuwe ECD wat ik net als voorbeeld gaf, maar bijvoorbeeld ook zorgtechnologieën zoals een medicijndispenser of slimme brillen. En wat ook wel een hele mooie is, en daar komt straks die mens ook nog over te spreken, is om het scholingsaanbod toe te spitsen op die verschillende digitypes. Dus in plaats van de standaard alleen maar e-learning, om daar ook wat meer variatie in te krijgen. Nou, later daarover meer. Hebben we twee vraagjes aan jullie. En de eerste is, als je deze digitypes zo even op een rijtje hebt gezien, bij welk digitype pas jij nou het beste? Zou je dat eens in de chat willen zetten? Gewoon om een beetje een beeld te krijgen van elkaar, van hoe is die verdeling van mensen die hier in deze sessie zitten? En denk alvast ook even na over de vraag, hoe is die verdeling van digitypes in jouw team
of als je niet in een team werkt, misschien in jouw organisatie. Dus als je 100 punten mag verdelen, ziet dat er dan 10, 20, oh, dan moet ik even rekenen, 60, 10 uit of zoiets. Maar als je 100 punten mag verdelen over die digitieven, hoe ziet dat denk je bij jullie in de organisaties uit? En ik ben heel benieuwd en Judith, zou je me wat willen vertellen over wat er terugkomt in de chat? Ja, ik zie al wat aantal digitale enthousiastelingen voor het bijkomen. Dus, maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, waar zou jij je onderscharen als je deze vier op een rij ziet? Ja, goede vraag. Ik zou mezelf scharen. Ik denk dat ik wel redelijk pas bij de digitale enthousiasteling. En dan moet ik er ook al meteen bij zeggen dat ik ook lang in de valkuil ben getrapt van de digitale enthousiasteling. En dat is? En dat is dat deze mensen vaak oogkleppen op hebben. Mm-hmm. Die denken dat iedereen dezelfde digitale vaardigheden heeft als zij zelf. En dat had ik eerlijk gezegd ook wel een beetje. En je ziet dat veel mensen die met digitale middelen veel bezig zijn en dat aan het implementeren zijn, dat hebben. Ja. Maar in de praktijk blijkt dat dan toch weer barstiger, omdat je dan ook ineens andere types tegenkomt, ja, zeg maar. Dus dat wil ik ook meteen even bijzeggen. Dit project en dat onderzoek heeft mij eigenlijk tot inzicht geholpen dat er echt dat het veel, veel gevarieerder is. Ja. Nou, goed om te horen. Ja, ik ben wel een digitale professional. Ik kan wel meekomen, maar ik ben niet degene die voorop loopt met de nieuwste gadgets. Ja. En ik zie ook dat meerdere mensen dat ook wel in de chat voorbij zien komen. En in de onderverdeling zie ik ook zo'n 10, 50, 20, 10 percentage langskomen. Oh, oké. Okay. Ja. Ik moet zeggen, als je kijkt naar... het kan enorm verschillen per sector zelfs, per team. Organisatie, per team helemaal natuurlijk. Maar wat je ziet is dat de grootste groep wel digivaardig professional is. Ik denk die zelftest die je net noemde, die is inmiddels al ruim 3000 keer ingevuld. Hij is ook op papier in te vullen, zeg maar, omdat wij ook recht wilden doen aan de verschillende digitypes. Maar daar zie je wel een mooie verdeling ontstaan. Dan zie je wel een kleine groep digistarter, iets grotere groep aarzelende technologiegebruiker, de grootste groep digivaardig professional en nog een kleine groep digitale enthousiasteling. Ja. Maar ja, leuk. Ik ben ook benieuwd of er digistarters hierbij zitten. Over het algemeen zullen die... Weinig. Ja, zullen die niet zo snel zo'n digitaal massaal webinar volgen? Daar zijn we ons ook van bewust. Misschien moeten we dit ook nog een keer op een andere manier presenteren, zodat we deze mensen ook dit verhaal kunnen vertellen. Maar herkenbaar. Ja, ik zie met name inderdaad digitale professionals en digitale enthousiastelingen voorbij komen. Dus, En goed, wat Bart net als tip gaf. Als je inderdaad jezelf als die digitale enthousiasteling herkent, kijk goed om je heen en zorg dat je de mensen in je team ook meeneemt. Niet iedereen rent inderdaad voorop. En dat is ook helemaal niet erg. Ja, mooi. Genoeg voor nu? Ik denk het wel, ja. Ja? Ja. Dan denk ik dat we doorgaan naar onze eerste gastsprekers voor vandaag. En dat is Viva. En zij zullen beginnen met een filmpje. Die gaan wij aan jullie delen. Ja, één moment alsjeblieft. Altijd leuk als je het over digitale vaardigheden hebt, staat er toch net wat extra druk op het delen van dit soort dingen. Maar het komt goed. Ik heb net gezegd dat ik een digitale enthousiast ben. Daarom, laat het maar zien. Nu is het druk hoog, ja precies. Als het goed is, zelfs met geluid. Komt-ie. Thank you.
Wat een heerlijk vrolijk filmpje. Leuk, daar zullen we dadelijk vast nog even het een en ander over horen. Ik wil graag Niels en Mirjam uitnodigen. Niels, ben je daar? Ja, zeker. Hallo. Fijn dat jullie er zijn. En ik zal jou als eerste even de vraag willen stellen om je kort te introduceren. Wie ben je en waar werk je? Ja, dan doe ik eerst even Mirjam, denk ik. Je geluid staat uit, Mirjam. Vrouwen gaan voor, dus... Mirjam. Oké, hoi. Nou, ik ben Mirjam Wachtgaal. Ik werk in Eemskerk bij Viva Zorggroep. Bij een locatie in Waterrijk waarbij dagbesteding wordt gegeven voor mensen met dementie die er nog thuis wonen. En ik ben Niels Horen. Ik ben projectleider zorgtechnologie bij Viva. En wij hebben met elkaar dit georganiseerd met de dagbesteding. Dankjewel. En we zagen net een leuk filmpje voorbij komen. Op welke manier hebben jullie dit verbonden met de digitypes waar jullie mee hebben gewerkt? Ja. We hebben inderdaad eigenlijk een dag georganiseerd waarbij zorgtechnologie eigenlijk op een laagdrempelige manier al werd aangeboden. En daar intussen in die dag, waarbij dus het hele team was betrokken en ook deelnemers die van de dagbesteding gebruik maken, die hebben ook die dag die test afgenomen. En het mooie eigenlijk is dat bij die test in eerste instantie de collega's een beetje terughoudend waren, of een aantal collega's. En dat eigenlijk na zo'n dag met verschillende vormen van technologie, dat iedereen echt heel enthousiast is geworden. Ja, we proberen ook... Dat is ook wel een beetje te veel. Sorry Niels. Ja, en we proberen ook mensen te enthousiasmeren voor digivaardigheden. Ook zelf onze ervaringen op te doen. Om te kijken of mensen door een hele leuke dag vol experience en nieuwe vormen van dienstverlening. Of ze ook enthousiast werden. En hoe dat beviel. En dat was echt heel leuk om te zien. En ook verrassend. Goed om te horen. En jullie hebben nou één dag dit georganiseerd. Gaan jullie dit nog vaker organiseren? Gaan jullie het op een andere manier borgen binnen jullie organisatie? Ja, aankomende maandag hebben we de tweede dagbestedingslocatie en andere. En dan hebben we er nog vier te gaan, we hebben een aantal locaties, daar doen we cliënten met of deelnemers met dementie. En dit is een locatie met niet aangeboren hersenletsel aankomende maandag. Leuk. Hey, en Niels, zou jullie nog iets meer kunnen vertellen hoe jullie die digitypes in jullie organisatie, hoe jullie daarmee begonnen zijn? Nou, wij zijn daar toen wij begonnen met corona, dan begin je en dan zie je ook mensen afhaken in webinars enzovoort, bijvoorbeeld voor de Medido of de Tessa. En toen kwam ik in contact met jou en Bart. En toen hebben we die digitypes toen vielen eigenlijk heel veel puzzelstukjes op een plaats. En vandaar dat we dat ook, want we hebben ook de digicoaches, meegedaan, in de woonzorg. En wij wilden dat eigenlijk anders doen, ook ten aanzien van die thema's die we hebben, medicijndispensers, Tessa's, enzovoort, de standaard zorgthema's, om te kijken ook van, hoe konden we daar digivaardigheden nu in borgen? En wat was de eerste stap die jullie daarin genomen hebben? Nou, dat was eerste stap was om ook te leren. Dus bij de dagbesteding, om het ook anders te doen. Om mensen te enthousiasmeren voor digivaardigheden, maar ook voor zorgtechnologie. En mijn mening is wel, als je in een team zit, dan is iedereen is verantwoordelijk voor elkaars digivaardigheden. En dat was ook wel heel leuk om te zien, want je hebt hele verrassende uitkomsten, vond ik zelf. Dat op een gegeven moment mensen die dan wat een aarzelende digivaardigheid hadden, die dat ook uit de test bleken, die begonnen op een gegeven moment wat een thematafel met zorgtechnologie. En die begonnen op een gegeven moment mensen of cliënten, deelnemers langs te lopen, te laten zien van hoe het allemaal werkte. En toen dacht ik van, kijk, dit is een hele andere insteek. En mensen werden vanzelf enthousiast.
En dat is ook wel, als je bijvoorbeeld zo'n dag organiseert, is het natuurlijk ook handig met je planning, dat je een goede combinatie hebt van de verschillende digitypes. Dat je niet alleen maar de aarzelende digitype hebt, want dan, als er dan een keer een probleem wordt, dan zou het jammer zijn, dan gaat je dag niet zo verlopen als je zelf zou willen. En daarnaast hebben we ook nagedacht, en dat zijn we nu aan het uitwerken, bij elk digitype zijn we bijvoorbeeld voor de zorgtechnologie, maken we ook een soort kader, geven we weer, een soort schrijven, wat voor opleiding je dan kan doen om per digitype digivaardig te worden. En dat is wel heel leuk, dat doet eigenlijk Serum Low, doet dat in de communicatie. Hè? En wij gaan het nu maken, koppelen aan zorgtechnologieproducten. Hoi. Mooi. Mirjam, ik heb nog een vraag aan jou. Jullie hebben dus zelf die digitesten gedaan. Waren er nog dingen die eruit komen of dingen die het jullie heeft opgeleverd? Ja, nou ja, sowieso. Door reflectie durven kijken naar je eigen handelen en feedback daarop geven. Het inzicht dat je dus anders kijkt naar technologie. Het open gesprek in het team, dat was eigenlijk wel vooral heel fijn en ook goed om met elkaar het gesprek aan te gaan hoe je daar tegenover staat. En waarbij je eerst dus terughoudend eigenlijk bent en aan het eind van de dag toch heel erg de meerwaarde inziet van zorgtechnologie. Ja, en dat is wel heel mooi. En dat ook de teamleden en we als team gewoon nieuwsgierig zijn naar meer. Dus dat is een mooie winst, vind ik zelf. En hoe gaan jullie dat aanpakken? Nieuwsgierig zijn naar meer? Nou ja, eigenlijk door verder te borduren eigenlijk op dit. En elkaar enthousiast te houden van wat de mogelijkheden zijn. Ja, en we gaan verder met dagbestedingsvisie die we aan het uitwerken zijn. Om ook dagbesteding thuis, hybride of op locatie te geven, hè, met middelen. Heb jij nog een vraag, Bart? Of zie je een vraag in de chat nog binnenkomen? Oh, goeie. Ja, de chat. Ik heb wel heel veel reacties gezien over dat het een feel-good filmpje was. En ik was er zelf ook. Het was een hele leuke dag. En het Mirjam en Niels omschrijven, dat kan ik eigenlijk alleen maar onderschrijven. Ik heb geen vraag. Even kijken. Nee, dus er komt ook niet echt een vraag binnen in de chat. Wel de uitnodiging voor mensen om nu en ook bij de volgende sprekers een vraag in de chat te zetten. Dat mag gewoon. Oh, ik heb één vraag. Wie kan ervoor opgeven binnen de locatie of is het op vrijwillige basis? Hoe krijg je ze gemotiveerd? Met ze gaat het over zorgmedewerkers. Niels, Mirjam, de mensen die op die dag aanwezig waren, was het op vrijwillige basis? Moesten ze komen per se? Hebben jullie er achteraan gezeten? Hoe is dat? Hoe heb je ze zover gekregen? Bus opgehaald thuis, ja. Nou, we hebben wel voor gezorgd dat het hele team aanwezig is. Want normaal werkt natuurlijk niet het hele team. Ik werk in een niet een heel groot team, dus op zich is dat niet heel ingewikkeld misschien. Maar goed, normaal gesproken zijn mensen vrij die dag en we hebben geregeld dat gewoon het hele team aanwezig is. Waarbij we een strak programma ook hadden. Het ochtenddeel was het ene team aan de beurt en het middagdeel het andere team. Dus zo konden we elkaar ook aflossen. Dus het werk op de werkvloer ging gewoon door. Dus het was eigenlijk, werd gewoon verwacht dat je allemaal aan deelneemt. En dat was ook geen enkel probleem eigenlijk, omdat het was gewoon eigenlijk een feit. Ja. En mensen hebben er veel van geleerd blijkbaar. Ze kwamen er enthousiast uit. Dus dat geeft waarschijnlijk ook wel een fijn gevoel dat je erbij was. Ja, zeker. En dat is ook het fijne dat nu het verder doorgaat. Dat mensen nu al enthousiast eigenlijk zijn. Nee, dat klinkt inderdaad goed. Wij zijn eigenlijk nog benieuwd of jullie nog een tip hebben voor onze deelnemers. Als zij zelf aan de slag willen. Welke tip wil je dan meegeven aan de mensen die vandaag hier in de uitzending zijn? Ik zou zeggen doorgaan. En ik zou doorgaan. Ja. En ik zou zeggen klein beginnen. Eigenlijk in alles. Hè. Dat werkt bij FIFA heel goed. Klein beginnen en de continuïteit en het verbeteren daarvan is ook steeds, dat moet je steeds voor zorgen dat het ook gaat beklijven in het teams. Dat het op een gegeven moment zelf, als er ook nieuwe medewerkers komen, maar ook cliënten, want die krijgen als het goed is ook steeds meer techniek thuis.
ja, dat het ook gaat beklijven, zeg maar. Dat vind ik wel belangrijk. En wij hebben die sheet die ik had gemaakt met die thema's, waar ook, dan krijgen jullie een beetje overzicht hoe we dat hebben aangepakt. Daar zie je ook, digivaardigheden is gewoon onderdeel van onze uitrol van zorgtechnologie geworden. Dus daar hebben we al in het begin aandacht voor. Maar het heeft hem nog even bijgezocht. Die komt hier in beeld. Kijk, we hebben. Ja, wat er mooi aan is, Niels, als ik mag zeggen, inderdaad, vind ik het super mooi dat jullie op een originele manier aan de slag zijn gegaan met die zelftest. Maar ook hebben nagedacht over hoe borg je dit nou, hè? Over een opvolging. Dat het niet bij één leuke dag blijft en nou, dat was toch zo'n leuke dag en we hebben een mooi filmpje. Nou, die hebben jullie ook. Maar ja. Je bent ook bezig met dit borgen. En dat, ik denk, dit is een beetje een ingewikkeld plaatje misschien met veel tech. Maar volgens mij is het bottom line van, het gaat erom, jullie zijn ook echt bezig met dit te borgen, de digivaardigheden. Je ziet het schuin gedrukt staan bij punt 4 rechts voor de oplettende kijker. Maar dat is wel echt super mooi, denk ik. En we blijven jullie ook graag volgen. Ja, en dit is ook zeg maar gekoppeld aan onze visie Langer Thuis van afgelopen jaar. En we proberen ook steeds dit te verbeteren en nieuwe inzichten daaraan te koppelen. Dank jullie wel voor jullie verhaal en jullie ervaringen. Dankjewel. Dan gaan we denk ik gelijk door, hè, naar onze volgende spreker. En dat is Anneke. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie hier dat ze achter de schermen ze even je aan het opzoeken zijn. Helemaal goed. En daar ben je. Je bent in beeld. Hallo. Fijn dat je er bent. Aan jou ook eventjes de vraag. Kun je jezelf kort voorstellen en even vertellen waar dat je werkt? Zeker. Mijn naam is Anneke Blok. Ik werk bij Dimens Groep. Dat is een groep met 7 stichtingen, waaronder Dimens en nog andere stichtingen. We zijn ongeveer 3000 medewerkers, denk ik. En ik ben adviseur leren ontwikkelen. En ik richt me met name op nieuw leren. Wat heb je nodig in de toekomst? En daar horen natuurlijk digitale vaardigheden bij. Het sluit ook mooi aan bij onze ambitie van die mensgroep. Dus dat is een mooie win-win. Mooi. Mooie functie. Ja, zeker. En jullie zijn bij die mensgroep ook bezig met digitypes in te zetten. En jullie hebben dat alweer op een hele eigen wijze gedaan. En volgens mij heb je daar een hele mooie presentatie voor gemaakt. Dus ik geef graag jou het woord. En dan mag je ons door de presentatie leiden. Dat is goed. En dus voor de deelnemers, mocht je vragen hebben voor Anneke, laat ze achter in de chat. Dan kunnen wij ze dadelijk ook nog stellen aan het einde van de presentatie van Anneke. Ja, want ik deel gewoon nu mijn scherm, dus dan zie je mij niet meer. Maar mijn scherm hoop ik wel. Duurt eventjes. We zien hem in beeld, ja. Yay. Altijd weer fijn als ze het doet, hè? Even spannend. Ja, hè? Ja, want DIVA bij de mensgroep, digitale vaardigheden. Wij zijn daar volop mee bezig, op verschillende gremia, zeg maar. En eentje daarvan, dat heet DG Connected bij ons. En dat is een samenwerkingsverband vanuit heel die mensgroep. Er zitten diverse mensen in. De ICT zit erin, communicatie zit erin, HR zit erin. Mensen van de werkvloer, van diverse werkvloeren zitten erin. Digistarters zitten erin. En daar zijn we volgens mij 3 jaar geleden mee begonnen. En halverwege ben ik ingestapt. Want toen kwam ik werken. En ben begonnen met een onderzoek naar digivaardigheden in die mensgroep. Want zoveel mensen, zoveel smaak en zoveel wensen. We merkten dat er van alles en nog wat wel mogelijk was. Maar hoe dan? En voor wie dan? Dus we hebben gekeken naar wie we in huis hebben en wat zij nodig hebben. Even kijken. Dat hebben we gedaan via een methode die zich richt op hoe leren mensen en wat hebben ze daarin nodig en hoe kunnen we dat ondersteunen. En daar hebben we design thinking voor gebruikt. En design thinking is een methode om goed te kijken naar wie heb je nou voor je. Welke mensen zijn dat? Welke houding hebben ze? Welk gevoel? Welke motivatie en dergelijke? Want we hadden wel in de gaten, hey, als we hier iets mee willen, dan moeten we daarbij aansluiten. En we hebben als eerste een enquête uitgezet onder heel die mensgroep. Dat was net voor corona. Er hebben heel veel mensen op gereageerd. En dat ging over, welke tools vind jij nou belangrijk in je werk? Want je hebt wel heel veel tools, maar vind je ze ook belangrijk? Welke waarden hebben ze voor je?
Maar ook welke tools zou je willen leren en welke vaardigheden wil je leren? En wat wil je leren? Het kan ook heel iets anders zijn. Ja, als je snel typen wil leren, dan mocht dat ook. Hè? Je mocht alles aangekeken. Maar ook, wat is je niveau aan vaardigheid? Hoe schat je jezelf daarin in? Dat hadden we nog niet van de zelftest gehoord, dus we hebben dat een beetje in deze vraag gedaan. En als laatste ook, hoe wil je leren? Dus die laatste was voor mij ook heel belangrijk, hè, als adviseur leren ontwikkelen, om te kijken, maar hebben mensen daar een verschil van smaak misschien wel in? En past het dan bij een bepaalde groep? De tweede onderdeel van het onderzoek was meer een interview, waar we een stuk of, ik denk 20 mensen hebben geïnterviewd, een diepte interview gedaan. En daar hebben we de 5 whys. Dus waarom lukt het je niet om dit te leren, of lukt het je wel om dit te leren? En dan doorvragen waarom, waarom, waarom. En als je dat doet, dan kom je tot de kern. Dus waarom mensen iets wel of niet doen. En dat heeft ons geholpen om persona's te creëren. En toen we dat aan het doen waren, zagen we ook de persona's die er al waren. Dus daar stuiten we op. En toen dachten we, ja, dat is mooi om te combineren. Dus die hebben we gecombineerd. Dus we hebben daar eigenlijk die mensgroep persona's van gemaakt. Maar wel met behulp van de persona's die er waren. Dit waren er toen nog 5. Die hebben we gekoppeld aan manier van leren die ze aangaven. En welke basistools wij denken dat men nodig heeft. En welk basisniveau daarbij nodig is. En het ziet er als volgt uit. Is die misschien een beetje te klein? Nou ja, ik kan het uitleggen. Dit zijn de digitypes, de 5 onder elkaar aan de linkerkant. Die we hebben uitgevraagd naar aanleiding van met name de WISE. En aan de bovenkant zie je de manier van leren. En de manier van leren begint eigenlijk steeds zelfstandiger te worden. Dus in het begin ben je nog best wel op zoek naar en heb je daar hulp bij nodig. En aan het eind kun je best wel veel zelf. Dat kun je natuurlijk verdelen in die digitypes. Wij hebben ze gevraagd, maar welke manier van leren wil je dat dan? En die 1-op-1 uitleg stond er echt bovenaan, maar ook met de collega. Dus het hoeft niet eens een digi-coach te zijn, het kan ook gewoon een collega zijn. Dat wilden ze toch het allerliefst, de meeste mensen. En vooral de aarzelende en de drukke prioriteitssteller gaven dat ook aan. Dus dat vonden wij wel heel mooi om te zien, van de digi-coach kan dus voor een grotere groep worden ingezet. Maar ook bijvoorbeeld zelf op zoek gaan in Google, gaven ze aan. Ja, zo leren we toch eigenlijk best wel vaak, hè? Dus waarom ook niet nu? En meedenken in beleid is helemaal aan het eind, hè? Als je echt zo'n iemand bent, zoals Bart misschien is, dat je echt al voorop loopt en denkt van, nou ja, maar ik weet het, ik weet wel hoe we dit kunnen doen. Of laat mij eens meedenken. Misschien hebben we andere tools nodig. Nou, gebruik die energie en die kennis van Bart dan, hè, in dit geval. En neem het mee. Hij zou ook zelfs uit kunnen leggen aan minder digitale vaardige mensen hoe dat werkt. Nou, dit staat natuurlijk hartstikke mooi op papier, maar hoe werkt het dan in praktijk? De volgende stap die wij aan het zetten zijn, is we hebben een pilot uitgezet. Waarin we een aantal teams vragen om te solliciteren op deze pilot. En in deze pilot gaan we hen helpen om digitaal vaardig te worden. Dus het is 3 teams. Er zijn 3 teams die in aanmerking komen, maar die moeten commitment hebben. Die moeten aangeven van, ja, wij willen dit graag. En we hebben dit als doelstelling. Dat zorgt ervoor dat zij dus, ze weten dat ze getest worden. Hè, dus dat niet alles meteen misschien werkt. Maar wel dat ze heel erg de urgentie voelen. Daarnaast zetten we ook in op de functietypes. We hebben gemerkt dat er bij ons wel verschillende functietypes zijn en dat je daar echt wel bij moet aansluiten. En die zijn er ook wel hoor, online te vinden. Wij hebben ze nog verkleind naar onze eigen mensgroepen types en de 4 digitypes. We starten met een selectie aan leervormen die we al hebben. We hebben ondertussen al heel veel webinars, PDF's, klikbare PDF's. Dus we hebben al best wel veel, maar nog niet alles. Maar we starten met wat we hebben, zodat we dat ook kunnen testen. Waar we ook voor zorgen is dat we meteen alles delen in de organisatie. Dus wat we ook doen, we delen het, zodat ook mensen daarop tips kunnen geven, aanvullingen, etc. Waar we nog op zoek zijn, is hoe meten we dit? We hebben wel gezien dat de checklist er is, maar we vinden hem te lang. Vooral voor de startende.
zeg maar. Dus we weten nog niet precies hoe we gaan testen, maar ook dat gaan we in de pilot uitvinden, hoop ik. Kijk, heb ik dan nog meer? Yes, ik ben al bij de tips als het goed is. Ja. Ik kan nog één vraagje, Anneke. Ja, ik vind die tabel die je liet zien, vind ik heel overzichtelijk. Dat je ziet op welke manieren leren nou die verschillende types. Hè, dus dan dat je niet meer blijft hangen in dat one size fits all aanbod, maar juist breder gaat kijken. Wat hebben verschillende mensen nou aan verschillende leermiddelen nodig? Ja. Ik vroeg me af, dat plaatje laat volgens mij zien op wat voor manieren mensen leren. En als je dat nou naast hoe dat in de praktijk bij jullie is legt. Zie je dan dat je bijvoorbeeld een enorm gat hebt? Bijvoorbeeld je hebt nog helemaal geen, nou, ik kies er iets uit, tutorials bijvoorbeeld. Of één op één uitleg / digicoaching is bij ons echt nog helemaal onderbelicht. Ben je ook echt andere dingen gaan doen? Of ben je van plan andere dingen te gaan doen? We zien met name die digicoach dat die nog niet genoeg plek heeft in de organisatie. En daar zetten we volop in. Daar zit een ander team op die daar speciaal naar kijkt. Want we merken dat de digicoaches er wel zijn, maar met name in coronatijd niet worden gevonden. En dat komt waarschijnlijk, kan van alles zijn, maar ik denk omdat ze gewoon niet genoeg benaderbaar zijn. Of niet genoeg in beeld zijn. Dus daar gaan we mee aan de slag. Dus dat klopt. Maar we koppelen ook meteen een digicoach aan de drie teams. Dus per team komt een digicoach aan bod. Dus dit is een manier van leren, maar er is ook een pad. Hè? Dus je kan niet zeggen van nou ja, ik begin maar met een tutorial en ik kijk wel waar ik uitkom. En er is een pad waar je naartoe groeit. Hè? Dus de digitale starter zal een ander pad hebben dan de digitale enthousiasteling. En daarbij sluiten we aan door ook HR in te schakelen bij de drie teams. Is dat een antwoord op je vraag? Ja, nee, ja, zeker weten, zeker weten. Mooi om te horen. En misschien ook een oproepje voor de deelnemers hier. Dus hebben jullie nog manieren waarop de digicoach in tijden van corona en veel digitaal, hoe die toch goed ingezet kan worden? Ik ben wel benieuwd. Er zitten 90 mensen. Misschien heeft er wel iemand een leuk voorbeeld. Deel hem vooral in de chat, zou ik zeggen. En Anneke, dan ben ik nog wel benieuwd naar je tips. Want daar vlogen we net even van weg. Dat geeft niet. Zou je de deelnemers ook een tip mee willen geven? Ja, wij hebben gemerkt dat, wat Bart al aangaf, one size does not fit all, zeg maar. Hè? Dus we hebben gemerkt dat we het echt moesten halen vanuit de werkvloer van onze medewerkers. Wat wil jij graag? Waar zit jouw wens om te leren? Maar ook wat kun jij en wat vind je waardevol? En dat gaf ook meteen de doorslag voor mensen om mee te doen. Oké, ik mag dus bepalen wat ik kan leren en hoe ik kan leren. Dus ik doe het. Ja. En bij wie konden ze dat dan aangeven? Nou, in die enquête, die heb ik trouwens twee keer gedaan. We hebben net voor corona en tijdens corona nog een keer gedaan om te kijken of het verschil was. Bij ons, we hebben een nieuw intranet site sinds een jaar, denk ik. En daarin worden ook regelmatig gevraagd naar... De grote vraag is natuurlijk, zag je verschil voor corona en tijdens corona? Ja, beeldbellen, hè? Dat sprong er wel uit. Ja, dat sprong er echt uit. En ook OneDrive wil heel graag nu leren gebruiken. Waarom? Dat weten we nog niet, maar dat is wel grappig om dat te zien. Ja, mooi. Mooi dat jullie dat ook zo naast elkaar kunnen leggen. Anneke, dank voor jouw bijdrage. Heel mooi verhaal. Ik denk dat het mensen daar zeker iets mee kunnen. Dan denk ik dat we snel doorgaan, want ik zie al dat we weer een beetje uitlopen. Ik hoor nu allemaal hele mooie verhalen. Bart, loopt het altijd zo vlekkeloos? Want als ik mezelf herken, als ik een presentatie geef, vergeet ik mijn lader mee te nemen. Of ik zit een heel verhaal te vertellen en ik sta nog op mute. Absoluut, ja, dat best goed. Ja? Ja, maar hier hebben we mensen die ons helpen. Dat scheelt misschien. Ja, dat helpt enorm. Dat helpt enorm. Ja. Maar heb jij ook nog zoiets waarvan je denkt van... Ja, ik wist dat deze vraag ging komen natuurlijk. En ik wil best mijn digi-blooper met jullie delen. Maar zijn er dan nog meer mensen die ook hun digi-blooper in de chat willen delen? Anders voel ik me een beetje eenzaam. Misschien is het dan ook goed te zeggen waarom het goed is om een blooper te delen. Want uiteindelijk leer je daarvan. Nee, klopt. Ja. We hadden het er van tevoren over dat het misschien leuk was om dit te doen. Inderdaad, omdat het ook een functie heeft. Hè? Het delen van... kwetsbaar zijn met digitale vaardigheden kan ook echt nut hebben om een open gesprek erover te hebben. Soms zie je dat de digistarter denkt dat de digitale enthousiasteling zo'n beetje heilig is en alles kan met digitale middelen, maar dat is ook gewoon een kwestie van vooruitstruikelen, zeg maar, voor die mensen. En die maken ook hartstikke veel fouten.
Dus het delen van bloopers is... ja, dus ik denk ook kan ook hartstikke functioneel zijn. En zeker als bijvoorbeeld misschien een keer een bestuurder of een goede collega of zo dat doet. Waarom niet? Ja. Juist leuk, denk ik. Nou zijn we natuurlijk zeer benieuwd naar jouw verhaal. Ja, ja, mijn Didi-bloeper is dat ik had op dinsdagmiddag een keer een pubquiz hier bij Filans. En ik dacht, nou, maak ik meteen geheel in stijl van met een achtergrondje, met een pub en bier en dat soort dingen. Nou, computer afgesloten, niet meer aan gedacht. Woensdag mijn vrije pappendag gehad. En donderdag de eerste afspraak die ik had was met een heleboel belangrijke mensen in een meeting, zeg maar. Van allerlei, van het ministerie en andere mensen, zeg maar. En toen kwam ik daar leuk binnen met mijn bier en pub op de achtergrond. En toen heb ik dat wel zo in 5 seconden snel weg kunnen moffelen. Maar dat werd wel gezien. Maar ook daar was het eigenlijk meer een ijsbreker, omdat dat mensen er echt aanstoot aan namen. En weet je, ik zie in deze tijden van corona, zie ik... huisdieren voorbij het scherm lopen, mensen pakketjes aan de deur bezorgen, wasmachines die op de achtergrond hoort, een foyer op de achtergrond, weet je. Ik vind dat het in deze tijden ook best wel kan. Ja. Ja, maar dat is mijn mening. Dus het kan zijn dat het af en toe wat gênant aanvoelt, maar je leert er dus wat van door het te delen en ook de verhalen van anderen te horen. Dus hierbij nogmaals de uitnodiging. Als je nog iets hebt, laat het weten in de chat. Ja, wat leuk is om te zeggen ook dat... dat bureau straks, die verzamelt ook digibloopers. Ik zal de link er nog even inzetten, zodat mensen daar ook nog het een en ander in kunnen gaan vinden. Ja, mocht je een goed verhaal hebben, maar je nu generen voor 90 mensen om dit te vertellen, dan kun je hem daar alsnog kwijt. En waarschijnlijk ook nog wel anoniem als het echt ergens is. Ja. Ja. Dan gaan we snel door naar onze laatste gast voor vandaag. En dat is Jorien. Jorien. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Hartstikke mooi. Dat je nog even spotlight gaat worden. Ik heb net onze in het washok opgesloten, want die kat bleef alsmaar met zijn billen door het beeld schuiven. Dus heel herkenbaar wat je net zei. Ja, heel mooi. En wij zien gewoon een prachtige achtergrond, dus goed geregeld. Beetje vals spelen mag, toch? Ja, zeker, zeker. Jorien, en dan kan jou de vraag. Even over een korte introductie. Wie ben je? Waar werk je? Yes. Ik ben Jorien van der Laan en ik ben ontwikkelaar. Dat betekent dat ik me bezighoud met de langetermijnsvisie bij de buurteams sociaal van Utrecht. Dus dat is de sociale basiszorg die we speciaal geven voor de volwassenen. Dus een andere tak van sport voor de gezinnen. Maar wij zorgen dat we gezinnen zoveel mogelijk ondersteunen of volwassenen zoveel mogelijk ondersteunen om zelfstandig hun eigen doelen te kunnen bereiken. Over hoeveel medewerkers hebben we het dan? Bij jullie? 280. Over de verschillende wijken in Utrecht verdeeld. Dan hebben we een beetje een beeld. Ja. En jullie zijn ook bezig geweest met de digitypes. Zou je ons kunnen meenemen wat jullie precies hebben gedaan? Ja, dat klopt. De vragen die wij krijgen van bewoners in Utrecht zijn heel erg divers. En we willen ook heel graag echt maatwerk leveren. Dus afhankelijk van wat zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen werken aan hun eigen doelen. En daar willen we ook flexibel bij zijn in op welke manier we dan de ondersteuning bieden. Dus eerder was dat vooral face-to-face gesprekken op kantoor bij mensen thuis. Maar inmiddels wordt er ook gewandeld met klanten. Maar er wordt zeker ook gekeken naar hoe je bijvoorbeeld... e-learnings in kan zetten of wil iedereen wel face-to-face of vinden mensen misschien in deze tijden spannend en willen ze liever digitaal werken. Maar dat vraagt natuurlijk niet alleen wat van de klanten in de wijken, maar ook van die medewerkers. Hè? En, dat hebben we net al een paar keer langs zien komen. Lang niet iedereen voelt zich altijd even senang bij dat digitaal werken. Dus daarin waren we heel erg blij dat de digitypes voorbij kwamen. Dus die daar zijn we gaan kijken hoe we die in kunnen zetten. Dat was eigenlijk de aanleiding. En jullie hebben ze ingezet. Zijn er punten die eruit zijn gekomen waarvan je denkt, nou daar hebben we veel aan gehad en dat heeft het opgeleverd? Ja, nou wat we eerst zijn gaan doen, we hebben best wel zitten zoeken. Ga je nou meteen iedereen die zelftest laten invullen of... koppel je dat aan een bepaalde nieuwe innovatie? En we hebben heel nadrukkelijk voor dat laatste gekozen. Dus pas wanneer er weer iets nieuws komt in de organisatie, en dat is de afgelopen tijd toch heel regelmatig,
Dan is dat een aanleiding waar mensen ook merken, oh, het moet nu iets. En dat was een moment om te zeggen, nou, vul deze test nou eens in. Kijk eens wat voor type jij bent. Jij krijgt die feedback ook terug. En dan zorgen we dat we voor ieder type de juiste ondersteuning hebben. Dus dan, als jij weet dat je bijvoorbeeld een analoog idealist is, dan is het voor jou misschien handiger om je in te schrijven voor de face-to-face klasjes. Terwijl als jij nou zo'n enthousiasteling bent, dan is hier jouw zandbak. Ga lekker aan de slag. En we hebben toen ontzettend afgekeken bij die mens met dat hele mooie matrixschemaatje. Om te kijken van, nou, wat hebben we nou voor aanbod nodig? En kunnen we dan iedere keer als we iets nieuws neerzetten, ook dat schemaatje weer vullen, zodat er voor iedereen wat is? Maar we hebben dus nadrukkelijk niet iedereen een rugnummer gegeven, maar we hebben mensen zelf eigenlijk hun indeling, hun resultaat gegeven, zodat ze dan zelf kunnen kiezen wat voor ondersteuning goed bij hun past. Kreeg je eigenlijk een aanbod toegediend? Aanbod van jullie. Ja. En zij kozen van, oké, dit past voor mij nu het beste en hier wil ik mee aan de slag. Precies. Ja. En wat we vervolgens wel hebben gedaan is, we zijn alle wijken langs geweest om ze uit te leggen waarvoor die testen handig is. En dat dat dus ook echt voor zichzelf is. Maar we hebben ook het gesprek gevoerd in zo'n wijk. Van joh, wat zie je nou voor in zo'n team voor verdelingen? En dat gaf ook wel hele mooie gesprekken. Want soms zag je dat de minder digitaal vaardige collega's toch best wel een beetje onzeker waren en zich ook heel erg bezwaard voelden om hun collega's heel vaak te vragen om hulp. En andere collega's, soms ook echt gevraagd werden om hele verslagen op de computer uit te tikken voor collega's. Nou, dan moet je best wel een keertje in een gesprek gaan met elkaar van wat vinden we nou, tot hoever kan je gaan om je collega's te ondersteunen? Waarvan zeg je, nou, dan is toch echt tijd voor een typcursus? Dus wat doe je wel samen, wat doe je niet? En wat doet dat ook, die onzekerheid met elkaar? En hoe ver wil je gaan met elkaar helpen? En eigenlijk dat gesprek alleen al was ook onwijs van meerwaarde om in die teams gewoon wat rust te brengen en dat gesprek open te breken. Klinkt meteen zo hard, maar op sommige plekken was dat wel een beetje het geval, ja. En het uitspreken van verwachtingen is het dan ook, hè? Ja, en dan kan je dus inderdaad ook, dan wordt het wat duidelijker van, hey, we hebben misschien toch die digicoaches ook wat meer nodig, omdat dit team wat meer aandacht nodig heeft en anders de echt digitaal vaardige collega's overvraagt. Dus dan weet je ook dat daar wat meer inzet nodig is en een ander team wat heel handig is. Nou, dat kan dat misschien prima onderling regelen. Dus die gesprekken in zo'n team zijn daar ook echt heel, heel nuttig voor. Mag ik je wat vragen, Jorien? Want ik was natuurlijk bij dat gesprek over die bevindingen van die zelftest. En wat me opviel is dat het alle types waren zo'n beetje aanwezig in het team. Maar het was een heel open gesprek. Wat is jullie geheim dat je dat zo dat mensen zo open en eerlijk durven delen, zeg maar? Nou, hebben jullie een geheim? Nee. Nou ja, ik denk wel dat we collega's hebben die sowieso heel erg geoefend zijn ook in reflectie op zichzelf, dat helpt. Maar wat ik denk dat er ook heel erg in hielp, is dat die namen bijvoorbeeld van die types vriendelijk geformuleerd zijn. En we er dus ook het vooral heel erg hebben gebracht als dit is een hulpmiddel naar jou. En niet iedereen hoeft uiteindelijk die meest enthousiasteling te worden. Iedereen heeft zo zijn eigen krachten en dit is één van je kenmerken. Dus we zorgen vooral dat we aanbod maken wat bij jou aansluit. Dus het is niet zo heigerig, klinkt onaardig, maar worden niet heel erg gepusht om ergens heen te gaan wat misschien nooit bij ze gaat passen. En ik denk dus dat de eerste formulering, hoe je het zegt, wel heel veel uitmaakt. Dus je zegt, nou, dit is om jou te ondersteunen en het gaat over wat jij nodig hebt, dat scheelt een boel. En verder natuurlijk gewoon onwijs fijne teams, laten we wel. Precies. Nee, maar die tip vind ik wel heel mooi, hoor. Dat je zegt, niet iedereen hoeft een digitaal enthousiasteling te worden. Het is meer, hoe ga je verschillende type mensen faciliteren? Lijkt me heel vermoeiend, een team met alleen maar digitale enthousiastelingen. Ja, dat lijkt me vermoeiend, ja. Klopt. Ja. Was dat ook jouw laatste tip al, Jorien? Of heb je er nog eentje? Dus ik denk enerzijds inderdaad van probeer niet iedereen tot een enthousiasteling te duwen. En anderzijds ben ik heel blij dat we het echt bij de medewerkers zelf hebben gelaten. En die autonomie ook daar. Dat we faciliteren door voor iedereen een passend aanbod te creëren. Maar ik ben heel blij dat we dat zo hebben gedaan. Dankjewel.
Heb jij de chat nog in de gaten gehouden of er nog een vraag langs is gekomen? Even kijken. Ik zag wel een paar tips op de vraag van Anneke straks. Van hoe zet je digicoach in digitale tijd in? Dus het is sowieso waard om even de chat erbij te pakken. Verder zie ik een blooper dat iemand momenteel de presentaties en filmpjes niet ziet. Dat is, oh. Ja, maar gelukkig hoort ze wel de mooie presentaties. Dat is dan weer het fijne eraan. Even kijken. Ik zie geen vragen. Mochten er mensen zijn met vragen nog, dan kun je ze eventueel nu stellen. Mag over het verhaal van Jorien bij buurteams gaan. Mag ook bij die mensgroep of Viva gaan. En wij zullen ook nog straks ons e-mailadres achterlaten als er nog vragen zijn. En kunnen we eventueel nog doorspelen aan ook een van jullie als dat nodig is. Krijgen we de presentaties? Moet ik heel even ook de techniek aankijken? We hebben jullie e-mailadressen. Een mooi verhaal van Jorien, een mooi compliment. Ja. We hebben jullie e-mailadressen omdat jullie hiervoor ingeschreven hebben. Dus we kunnen het toesturen. Ik zou even zeggen, heb je daar bezwaar tegen? Laat het even weten. Dat is misschien makkelijk. En anders sturen we het gewoon je op. Ik denk dat het een heel helder verhaal was, Jorien. Dank je wel. Ja. We hebben in ieder geval al heel veel tips gekregen van onze gastsprekers. Dan ben ik ook nog benieuwd, Bart, heb jij nog een tip die je mee wil geven? Ja, heel veel. Eentje mag ik zal er eentje doen. Oké, ja, ik zal er eentje doen. Ja, wat ik altijd wel belangrijk vind is taal. Dus hoe breng je iets aan verschillende type technologiegebruikers ook. En ik hoorde laatst bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld bij TWB, Thuiszorg West-Brabant. Die hebben een technologische toepassing, die heet RPA, Robotic Process Automation. Klinkt heel chic. Ja, hele mond vol. Maar ja, je raadt al, als je dat gaat zeggen tegen mensen die niet digitaal vaardig zijn, dan dat heeft echt totaal geen zin. De digitale enthousiasteling wil misschien wel de details weten. Maar wat zij hebben gedaan, is zij hebben dat niet RPA genoemd, maar ze hebben dat hun digitale collega Truus genoemd. Oh, briljant. Met een eigen e-mailadres en pin me er niet op vast, maar ik dacht zelfs een eigen personeelsnummer. Dus ja, weet je, het is gewoon echt een collega met bijna letterlijk een gezicht. Zeg maar. Ja. Dus dat ja, vond ik wel mooi. En zo zitten er vaak dingetjes in taal die belangrijk zijn. Ik kan me voorstellen dat collega Truus makkelijker te benaderen is dan zo'n chique naam. Ja, dan de Robotic Process Automation. Precies. En jij dan? Wat ik altijd wel een mooie tip vind. Mensen vinden het af en toe een open deur. Maar vier je successen. Wij zijn zo goed als we iets hebben gehaald dat we gelijk weer doorgaan naar het volgende punt. Die mijlpaal gehaald, maar we moeten die en die ook nog. Zorg dat je af en toe stilstaat bij de successen die je hebt gehaald, die je met je team hebt gehaald. En deel ze dan ook weer met je organisatie, zodat mensen ook weer zien hoe ver dat je bent gegaan en dat je die stap verder hebt gezet. Ja. En iedereen is altijd wel in voor een feestje, denk ik. Dus, ja. Ja, mooi. We hebben nog een aantal tips voor jullie. In totaal 41. Ik zet het... zijn er genoeg? Ik zet het linkje in de chat. Ze zijn op digitypes en een aantal zijn in het algemene vorm. Ja, het klinkt veel inderdaad, maar het zijn tips. Het zijn een stuk of 8 tips of zo per digitype. Dus hoe kun je nou, hoe communiceer je naar verschillende types? Hoe kun je mensen goed faciliteren? En dat zijn gewoon tips die wij de afgelopen 2,5 jaar zijn tegengekomen en gewoon eens onder elkaar geschreven hebben. Waarbij ook veel dank uitgaat overigens naar Suzanne Verheijden van Digivaardig in de Zorg, die daar ook al die tijd aan mee heeft gewerkt. Dus zo. En ik heb nog een aantal andere korte filmpjes, die zet ik ook in de chat. Dat zijn de digitypes, alleen dan in filmvormpje. Dus als je het niet allemaal wil nalezen, kun je die nog terugvinden op YouTube. En Bart, volgens mij had jij nog een mooi e-magazine wat je nog wilde delen? Ja, dat vind ik wel even het vermelden waard. Het is echt 1 of 2 weken geleden pas uitgekomen. Is een e-magazine waar van Sigra en ook Digivaardig in de Zorg heeft eraan meegewerkt. En nog een andere partij ook. Wij hebben daar in deze editie ook aan meegeschreven. En daar gaat het niet alleen om die digitypes, maar eigenlijk alles wat je tegen kan komen bij je aanpak om digitale vaardigheden in je organisatie aan te pakken. En dan nog mooi overzichtelijk naar fase, zeg maar. Dus van oriëntatiefase, dus misschien zitten hier deelnemers die echt nog een beetje aan het oriënteren zijn. Wat moet ik hiermee in mijn organisatie? Dat kun je daar vinden, maar ook voor organisaties die wat verder zijn in de borgingsfase. Dus, en daartussen zitten nog een paar fases, maar... en ja, daar vind je gewoon informatie, tools, tips en alles over digitypes dus ook. Maar ook over veel breder dan dat terug. En hij staat nu in de chat, zie ik. Dus, ik heb het linkje gedeeld in de chat. Dus kijk hem rustig na. Het is redelijk wat pagina's. Dus neem daar rustig de tijd voor om het allemaal rustig door te nemen.
Volgens mij is dit een mooi moment om af te sluiten. Jullie hebben heel veel gehoord in het afgelopen uur. Maar als ik dan samen kan vatten wat je nou echt moet meenemen en moet onthouden. Dat is allereerst, heb oog voor al je digitypes in je organisaties en in je teams. Alleen ga je snel, samen kom je verder. Dus zorg dat iedereen is aangehaakt en dat je dat samen ook oppakt. En tot slot, we hebben net heel veel linkjes gedeeld. Er is heel veel informatie. Er zijn mensen die al heel veel hebben gedaan op dit thema. Benut die informatie, neem het mee en kijk wat voor jouw organisatie of team werkt. Dan rest mij nog om iedereen even te bedanken. Bedankt onze gastsprekers voor vandaag. Niels, Mirjam, Anneke en Jorien. Fijn dat jullie je ervaringen hebben gedeeld. Ja, super. Heel fijn. Ik hoop dat de deelnemers daar allemaal iets aan hebben gehad. Bart, jij ook bedankt. Ja, jij bedankt. En we wensen jullie nog een hele fijne dag vandaag. Geniet nog van alle activiteiten die er zijn rondom de slimme zorg-estafette. Mocht je nog vragen hebben, ik deel nog even onze gegevens in de chat. En dan horen wij ze graag. En dan voor nu een hele fijne dag. Tot ziens.